De sport moet ook grotendeels worden stilgelegd, zeker als het gaat om wedstrijden. Nu mag je bijvoorbeeld wel weer gaan dubbelen in het tennis of squashen met z'n tweeën op de baan, zolang je maar niet te dicht bij elkaar komt. Dus komt zo'n bal dan in het midden tussen twee spelers, dan is het jammer, dan moet je dat punt maar laten even niet te fanatiek, ja. Maar wat betekent sporten in groepjes van vier, in uw ogen? Dat betekent dat je op een kwart veld een balletje kunt trappen. Of kunt pasen met de hockey, of over kunt gooien voor de basketbal, of je smash of je onderhandse opvang kunt oefenen in de volleybal. En ook daar zijn dus mogelijkheden om de favoriete sport te blijven beoefenen die je graag wilt beoefenen. En vooral ook om gezond en fit te proberen te blijven. En met een beetje creatieve trainingsmethodes kan er dan best nog wel het een en ander. En als je dan omgaat, als je dan denkt aan de creativiteit, zeg maar, om hoe je dat kan doen met aantallen mensen, moet je dan zien dat je een oefenvorm, zeg maar, met vier personen doet. Daar hoort dan ook de trainer dan bij. Maar dat de rest van de teamgenoten even verderop staan te wachten? Nou ja, of op heel veel verschillende delen van het veld vergelijkbare oefeningen doen. Dat zijn natuurlijk ook nog opties. Maar je kan ook zeggen, jij dit half uur, 10 minuten tijd om te wisselen. En dan komt het volgende viertal. Om op die manier in ieder geval iedereen ook de mogelijkheid te geven om zich in te spannen. Nou, ik bedoel meer, wat is de definitie van een groepje? Wanneer heb je het over een groepje? Is het als je met z'n vieren dan bezig bent met één oefenvorm? Ja. Is dat dan een groepje? Dat is op dat moment. En op een afgebakend stuk, hè? Dus die groepjes die moeten ook niet door elkaar heen gaan lopen, want dan heb je geen groepje van vier meer, maar dan zijn het er te veel. Nee, maar als je bijvoorbeeld kijkt bij het voetbal, afgelopen zomer toen je wel weer op afstand mocht gaan trainen, en dan heb je een keeper op doel staan, drie spelers die dan een balletje gaan afronden, dan zouden dus een meter of 10 verderop aan de rand van het strafschopgebied, zouden er best vier anderen op afstand mogen wachten. En dan kun je nog een ander doel neerzetten. En dan kunnen ze op een kwartveld zoiets best gaan oefenen. En dat kan ook op andere sport. Zeker. En ook in de sporthallen bijvoorbeeld. En wie weet wat voor geweldige oefeningen er bedacht worden. Dat kunnen die sporters allemaal veel beter bedenken dan dat ik dat kan bedenken. Maar misschien hebben we wel een nieuwe Koeman in onze geledingen die een fantastische vrije trap gaat ontwikkelen door dat eindeloos te gaan oefenen de komende weken. Laten we die creativiteit vooral bij de sporters zelf laten. Als we het dan hebben over de ondernemers. De ondernemersvereniging VOA heeft gevraagd aan de gemeente om uitstel te verlenen voor het betalen van de lokale heffingen. Gaat de gemeente daarmee akkoord? Daar gaan we het vanavond eerst met de gemeenteraad over hebben. Overigens is het gelukkig zo dat er op dit moment nog maar heel weinig ondernemers in de financiële problemen zitten. Maar ik denk dat het verstandig is dat wethouder Financiën Kees van Velzen dat vanavond eerst aan de raad vertelt voordat ik het aan jullie vertel. Ja, wat is het standpunt van de gemeente erin? Ja, dat gaat de wethouder vanavond eerst zelf bekendmaken. Zijn er inmiddels cijfers bekend? Want dat is ook gevraagd door de gemeenteraad afgelopen voorjaar aan het college van bedrijven die in de problemen zijn gekomen. Of het oplopende aantal werklozen. Er zijn heel weinig faillissementen, nog steeds. En dat is ook het landelijke beeld. Bizar genoeg misschien. En als je bedenkt dat wij als gemeente ongeveer 20 miljoen aan jaarinkomsten hebben uit ondernemend Alphen. En dat er maar voor 20.000 euro op dit moment betalingsproblemen zijn. Dan geeft dat aan dat dat op dit moment nog niet het grootste probleem is. Dat is ook niet zo gek. Want zoveel belastingen betalen ondernemers niet aan de gemeente. Dat heeft alles te maken met bijvoorbeeld fiscale afdrachten die veel groter zijn. De belastingen die ondernemers moeten betalen aan het Rijk, aan de Belastingdienst, die zijn factoren hoger dan datgene wat ze aan de gemeente betalen. Heeft de persconferentie van afgelopen dinsdag nog geleid tot extra of andere regionale maatregelen? Geen aanvullende maatregelen. Dat is overigens nergens in het land. Het is nog steeds grip 4. En deze aanwijzing vertaald in de noodverordening, die geldt nu voor heel Nederland. Dus je hoeft ook niet te shoppen tussen de verschillende veiligheidsregio's. Overal, en dat komt de duidelijkheid natuurlijk wel weer ten goede, is het op het ogenblik alle hens aan dek.
Overal lopen de besmettingen onverantwoord snel de verkeerde kant op. En dat maakt dat de maatregelen overal op dezelfde manier zijn ingevoerd. Gaat hier nog iets veranderen met betrekking tot de markt bijvoorbeeld of supermarkten? Want daar had de premier het ook nog over. Die moeten ook allemaal strikter zich aan de regels gaan houden. Dat is gelukkig hier ook aan de orde. Ik heb zelf ook al een paar keer aangegeven dat ik vond dat de supermarkten ook weer de puntjes wat meer op de i moesten zetten. En je ziet nu weer dat er medewerkers bij de entree van de supermarkten staan. Dat de karretjes beter worden schoongemaakt. En de supermarkten zijn ook heel hard bezig en kiezen daarin ook verschillende mogelijkheden. Sommigen gaan om 8 uur dicht, omdat ze de discussie niet willen hebben met klanten over het niet meer mogen verkopen van alcohol vanaf 8 uur. Anderen zeggen van nou, dat gesprek gaan we bij de kassa dan wel aan. Wij blijven nog langer open dan tot 8 uur. En je ziet dat supermarkten daar verschillende keuzes in maken. Dat is aan hen. Als ze maar in de basis naleven wat van hen ook wordt gevraagd. En de zaterdagmarkt kan gewoon doorgaan op de manier zoals het de laatste maanden was. Niet dat er weer teruggegaan wordt naar alleen kramen ter behoeve van eerste van levensbehoeften. Nee, dat is niet de conclusie zoals die is getrokken. Zolang de drukte beheersbaar blijft, kan de markt open blijven. Dat is ook expliciet zo bepaald in de noodverordeningen, ook door het kabinet aangegeven. Maar dat ontslaat niemand van de verantwoordelijkheid om op het moment dat je naar de markt toe wilt en je ziet dat het druk begint te worden, nog even een andere boodschap eerst te doen. Of misschien de volgorde van de kramen die je wilt bezoeken toch even wat anders te doen. Houd afstand. Dat is echt bewezen de meest effectieve maatregel.